Goedemiddag iedereen. Welkom op dit Liantis webinar rond het Vlaams regeerakkoord. We gaan het hier vandaag hebben over de maatregelen uit dat akkoord die te maken hebben met werk en dus impact hebben op jou als werkgever, maar zeker ook op jouw medewerkers. Misschien kort nog even meegeven, je kan tijdens dit webinar eventuele vragen stellen via de chat. Na afloop van het webinar zullen we alle antwoorden op deze vragen bundelen in een handig overzicht dat we vervolgens via e-mail zullen bezorgen, net zoals de opname van dit webinar. Voilà, dan zijn we er helemaal klaar voor en dan geef ik graag het woord aan onze Liantis-expert Matthias de Bruykere. Dankjewel Martijn. Welkom op dit webinar, het Vlaamse regeerakkoord 2024-2029. Insteek is, wat betekent dit voor jou als werkgever? Laten we beginnen met even vooraf te kaderen. U ziet trouwens de nieuwe regering Diependalen 1 mooi in beeld staan, waarbij dat we een aantal vertrouwde gezichten zien, maar toch twee nieuwkomers waar we nog wat zullen aan wennen, met Gieltje van Akker onder meer uiterst links. De rest zijn wat meer bekende figuren. Vooraf even duiden, Vlaamse bevoegdheden. Want het Vlaamse regeerakkoord heeft betrekking op gewests- en gemeenschapsbevoegdheden. En dat is heel belangrijk dat je dat goed in het achterhoofd houdt, dat dat iets anders is dan de federale bevoegdheden. Dus de Vlaamse regering kan enkel beleid voeren rond de bevoegdheden die hen toegewezen zijn. Daarom zullen jullie merken in de uiteenzetting, maar zeker ook in het regeerakkoord zelf, dat er vaak een uitgestoken hand te noteren valt naar het federale niveau. En dat is heel eenvoudig. De reden daarvoor is dat de Vlaamse regering niet over federale bevoegdheden kan gaan oordelen. We moeten ook de link maken met de regeerakkoorden van andere gemeenschappen en gewesten, want Wallonië bijvoorbeeld, dat weten jullie, die hebben gekozen indertijd bij de staatshervormingen om nog altijd apart een Franse gemeenschap te hebben en een Waals gewest. Dit in tegenstelling tot Vlaanderen, waar Vlaanderen eigenlijk zowel de gemeenschaps- als de gewestbevoegdheden heeft. Belangrijke bemerking bij heel mijn verhaal is dat we het hier hebben over slechts een regeerakkoord met de inherente nadelen. Dat betekent dat de vage formuleringen legio zijn, waardoor dat er af en toe interpretatie noodzakelijk is en dat we risico hebben op een foutenlezing. Dus u zult mij vergeven als ik niet alles helemaal correct zo verteld heb. Dat blijkt bij de uitvoering dat iets anders in elkaar steekt. En ten tweede, dus naast de vage formuleringen, is er ook uiteraard verdere uitwerking nodig via beleidsnota's en de regelgeving zelf. Het Vlaamse regeerakkoord eerst algemeen. Even kaderen in een nutshell. Het is een turf, zoals dat wij zeggen, van 236 bladzijden, onderverdeeld in drie grote delen. Welvarend Vlaanderen, warm Vlaanderen en samen voor Vlaanderen. En in die drie grote delen hebben we daarin 22 hoofdstukken. Ik wil jullie niet bang maken, ik zal die niet allemaal met jullie behandelen, want dat zou ons veel te ver leiden natuurlijk. Maar ik heb me gefocust in mijn uiteenzetting op het luik dat relevant is voor werkgevers en dat is het hoofdstuk werk en sociale economie. En dat is het voornaamste onderwerp van dit webinar. We hebben AI ook even zijn werk laten doen. We hebben AI laten onderzoeken welke woorden het vaakst voorkwamen in dat regeerakkoord. En u ziet het resultaat hier staan. Warm, welvarend. Dat zal niet verrassen dat dat er ook in staat, want dat zijn de namen van twee van de drie grote delen. Voor de rest zie je daar economie staan, competitieve, strategisch. Dus heel wat woorden die vaak voorkomen in dat regeerakkoord van 236 bladzijden. Wat is er dan, als we in detail gaan, te onthouden voor werkgevers?
Wel, men begint met te zeggen wat de resultaten waren in 2023. En men bevestigt eigenlijk daarin dat Vlaanderen al heel mooie cijfers haalde op dat moment. Als een zeer welvarende regio in Europa. Met een werkzaamheidsgraad van 76,8% en een werkloosheidsgraad van 3,3%. Maar direct zegt men erbij van, er zijn wel een aantal uitdagingen. Want als je kijkt naar het aandeel openstaande vacatures in Europees perspectief, dan scoren we wel heel slecht. Want er zijn 5,1% openstaande vacatures. Dat wil zeggen dat er een jobaanbod is dat niet kan ingevuld worden door de beschikbare competenties op de arbeidsmarkt. Er is ook een grote groep inactieven op beroepsactieve leeftijd. En er is een te trage vooruitgang op het gebied van levenslang leren en van werkbaar maken van jobs. We zetten daar stappen in, maar die stappen zijn nog niet groot genoeg. En wat willen ze dan doen om die werkzaamheidsgraad te gaan optrekken? En de ambitie ligt redelijk hoog. Men wil gaan naar minimum 80%. Dat wil zeggen dat je eigenlijk 80% van de mensen die op beroepsactieve leeftijd zijn, effectief aan de slag krijgt. En men wil dat doen via vier grote pijlers. De eerste pijler is de versterkte activering van werkzoekenden, langdurig zieken en niet beroepsactieven. Tweede pijler, het verder ontwikkelen van talenten. Derde en voorlaatste pijler, het inzetten op werkbare werk, inclusieve werkvloeren en werkbare werk-privé-communicatie. En het laatste luik is de interregionale mobiliteit en arbeidsmigratie als sluitstuk. We gaan daar verder op in. De versterkte activering van werkzoekenden, een beheersovereenkomst die zal gesloten worden met de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, met hele concrete mijlpalen voor een tijdige en intensieve activering van werkzoekenden. Er zal ook een substantiële inspanning gevraagd worden van de werkzoekenden om werk te zoeken, zich om te scholen naar een knelpuntberoep of een samenlevingsjob op te nemen. Een weigering om mee te werken aan een passend traject wordt sneller gesanctioneerd. Dus men schakelt toch wel een versnelling hoger. En ook de werkgevers, daar wordt er iets van verwacht. De werkgevers zullen sneller feedback moeten geven aan de VDAB over sollicitaties. Dus als er een sollicitant doorgestuurd wordt en die wordt al dan niet aangeworven, VDAB zal werkgevers daarover bevragen. Men wil echt kort op de bal spelen, zodat iedereen aan boord meegaat. Benutten van het potentieel van de niet-beroepsactieven, daar kijkt men zeker ook richting de langdurig zieken, naast bijvoorbeeld ook de leefloongerechtigden bijvoorbeeld. Men heeft een doelstelling, een zeer ambitieuze doelstelling, en er zal daarvoor een akkoord gesloten worden tussen het RISIF en de VDAB om minimum 12.000 TNW-trajecten, dat zijn de terug naar werktrajecten, voor langdurig zieken opgestart worden, met een groeipad zelfs naar 20.000 in 2029. We weten allemaal dat langdurige ziekte een heel vaak voorkomend fenomeen is op de Belgische en hier in dit geval op de Vlaamse arbeidsmarkt. Talenten verder ontwikkelen. Waarom gaan we dat doen? Wel, als een antwoord op de mismatch tussen de beschikbare competenties en wat onze arbeidsmarkt nodig heeft. En daar gaan we voor een kwalitatief opleidingsaanbod gaan ontwikkelen, gebaseerd op competentieprognoses. Het bekende Vlaams opleidingsverlof, je weet wel, dat is de opvolger van het betaald educatief verlof dat federaal was, zal hervormd worden met nadruk op de knelpuntberoepen. Die beroepen, met andere woorden, waarvoor dat we vaststellen dat er een tekort is aan kandidaten om die te gaan invullen. En niet gericht op bedrijfsinterne opleiding in de huidige job. Iets dat jullie graag gaan horen, is dat de Vlaamse regering ook zal vragen aan de federale overheid, want dat is een federale maatregel, om de FLA, dat is de Federal Learning Account, en de startbaanverplichting te schrappen. FLA... Jullie weten dat die voortaan moet ingevuld worden. Misschien eventjes in de marge meegeven dat wij als Liantis zijnde via voor de klanten in MyLiantis een gratis digitale tool ontwikkeld hebben die kan helpen om die FLA-verplichting te gaan vervullen. Optimalisering en uitbreiding van het duaal leren in arbeidsmarktgerichte richtingen en richting met dubbele finaliteit, plus een onderzoek of duaal leren, wat dus zeggen werken en leren tegelijkertijd, in het hoger onderwijs mogelijk is. Dus men gaat daar een onderzoek naar doen.
En een laatste luikje daarin, bij talenten verder ontwikkelen, is het stimuleren en hervormen van een aantal bestaande maatregelen, zijnde het werkplekleren en de individuele beroepsopleiding, de IBO. Men gaat het takenpakket van de VDAB ook wat verminderen. Dus een minder uitgebreid takenpakket voor de VDAB, waardoor dat ze een betere focus kunnen houden op wat de Vlaamse regering beschouwt als kerntaken van de VDAB. Met name bemiddeling, matching, databeheer, activeringsregie en controle en sanctionering van werkzoekenden. En dat betekent onvermijdelijk dat iets wat ze momenteel veel meer doen, zal verdwijnen. Grotendeels verschuiving van het aanbieden van beroepsopleiding en loopbaanbegeleiding naar de privésector. Er komt ook een structurele rol voor lokale besturen met een nieuw systeem van samenlevingsjobs. Dat is weggelegd voor werkzoekenden die minstens een jaar werkzoekend zijn. Die krijgen de mogelijkheid om een tijdelijke werkervaring van een jaar te doen via maatschappelijk zinvolle taken bij lokale besturen, lokale VZW's en scholen. En men heeft een paar voorbeelden van die maatschappelijk zinvolle taken in het regeerakkoord. En men denkt bijvoorbeeld aan personenvervoer, groendienst, administratie en dergelijke meer. Die werkzoekenden zouden dan een aanvulling krijgen op hun werkloosheidsuitkering en die zal substantieel hoger zijn dan de aanvulling die ze momenteel in een gelijkaardig systeem krijgen, want die stijgt naar 4,5 euro per uur. Momenteel zat die op 1,3 euro per uur. Versterking van de sociale economie en betere wisselwerking met de reguliere economie, dat zit ook in het regeerakkoord. Stimuleren van de doorstroom vanuit de maatwerkbedrijven naar de reguliere economie. Met terugkeergaranties voor de doelgroep werknemers, als na verloop van tijd blijkt dat de stap niet gelukt is. En men voorziet een groeipad, en dat is toch wel indrukwekkend, denk ik, van minstens 1000 extra plaatsen in de sociale economie. Dan komen de dienstenchecks ook in beeld. En daar zegt men heel uitdrukkelijk verbeteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen. En in overleg gaan met de sector over de administratieve kosten, maar rekening houdend met de rendabiliteit. Ik moet eerlijk toegeven, dat is allemaal zeer vaag, hoe dat geformuleerd wordt. Ik heb ook al gemerkt dat Federhon nogal sterk gefulmineerd heeft tegen die passage in het regeerakkoord. Let wel, wat heel veel de pers nu haalt, is de verhoging van het bedrag van de dienstenchecks met 1 euro en het schrappen van de fiscale aftrekbaarheid. Eigenlijk vind ik daar niet letterlijk een spoor van terug in het Vlaamse regeerakkoord, maar als we dan kijken naar het centenboekje, de begroting eigenlijk, dan zien we dat wel terugkomen. Dan zie je daar effectief staan dat de fiscale aftrekbaarheid in 2026 bijvoorbeeld op de schop gaat. Volgende luikje is werkbaar werk en inclusieve werkvloeren. Men wil daar een doorbraak realiseren in zaken werkbare en inclusieve werkvloeren, om zo de werkbaarheid van jobs te verhogen via bijvoorbeeld jobcoaches. Men wil ook discriminatie en uitbuiting op de arbeidsmarkt kordaat gaan aanpakken. En hoe gaat men dat doen? Door in te zetten op sensibilisering, zelfregulering door sectoren, opleiding en gerichte controles vanuit de sociale inspectie. Ik heb daar tussen haakjes praktijktesten bijgezet. Dat woord komt niet voor in het regeerakkoord. Maar uit een uitleg die we her en der kunnen sprokkelen, blijkt dat dat betekent effectief dat die praktijktesten zullen uitgevoerd worden. Welke vorm dat die zullen aannemen, dat weten we nog niet. Maar die gerichte controles vanuit de sociale inspectie zullen impliceren dat er praktijktesten uitgevoerd worden. En men gaat de sociale inspectie versterken met 30 inspecteurs. Eventjes uitleggen, sociale inspectie, we hebben het hier over de Vlaamse sociale inspectie, want ook federaal heb je heel wat sociale inspecties, RVA-inspectie, toezicht op de sociale wetten, inspectie welzijn op het werk, noem maar op. Maar hier hebben we het specifiek over de sociale inspectie van Vlaanderen. Arbeidsmigratie zal er
aangemoedigd worden voor hooggescholden en knelpuntberoepen. Men gaat eerst het zogenaamde concentrisch model van arbeidsbemiddeling gaan versterken via een samenwerkingsakkoord tussen VDAB, Actiris en Forum. Waarom heet men dat het concentrische model van arbeidsbemiddeling? Wel, men gaat eigenlijk in eerste instantie voor het invullen van jobs kijken naar Vlaanderen. Zijn er beschikbare mensen die een bepaalde functie kunnen invullen in Vlaanderen? En dan gaat men, als het ware, concentrisch verder en verder, gaat men gaan kijken naar Brussel en Wallonië, om te gaan kijken of er daar eventueel potentiële kandidaten zijn om die knelpuntfuncties te gaan invullen. En als dat nog niet volstaat, dan gaat men nog verder. En uiteindelijk komt men buiten de Europese Unie terecht, waarvoor dat mensen een gecombineerde arbeidsvergunning nodig hebben om hier aan de slag te kunnen gaan. Dus men gaat iedere keer een cirkeltje verder, concentrisch. Als sluitstuk dus arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie, met nadruk op hooggescholden en een dynamische lijst van middengeschoolde knelpuntberoepen. Waarom heet men dat dynamisch? Omdat die lijst geregeld geüpdatet wordt. Want de arbeidsmarkt staat niet stil, knelpuntberoepen kunnen veranderen. Voor wat betreft de gecombineerde vergunning, dus dat zijn die vergunningen die nodig zijn om een niet-EU-onderdaan als werknemer in dienst te nemen, heeft men het plan opgevat om, opnieuw de uitgestoken hand naar de federale overheid, om de doorlooptijden te gaan verkorten. Want momenteel kunnen die doorlooptijden, tegen dat men uiteindelijk de gecombineerde vergunning krijgt, al oplopen tot 3 maanden. Dus dat zijn wel lange wachttermijnen. En men gaat die proberen te verkorten die doorlooptijden via een zogenaamde parallele behandeling. Er wordt daar geen uitleg bij gegeven wat die parallele behandeling precies is. Maar ik vermoed dat het te maken heeft dat de twee luiken die moeten beoordeeld worden om al dan niet een gecombineerde vergunning toe te kennen, met name het luik werk dat door Vlaanderen beoordeeld wordt en het luik verblijf dat door de federale overheid moet bekeken worden, dat die eigenlijk tegelijkertijd bekeken worden. En dus niet dat federaal moet wachten tot Vlaanderen zijn onderzoek gedaan heeft. Ik vermoed dat dat het is. Men zal ook een onderzoek doen naar de mogelijkheid van een structurele verankering van een fastlane, dus een snelle weg voor erkende referentbedrijven. En bij arbeidsmigratie voor gekwalificeerde knelpuntberoepen zou er een keuze gemaakt worden van landen waarmee prioritair samengewerkt wordt. En de VDAB zal prioritair inzetten op het activeren van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden en richt zich niet tot asielzoekers die nog in hun procedure zitten om erkend te worden als vluchteling. Dus ook daar focus voor de VDAB. Nog iets dat heel veel de pers gehaald heeft. Jullie weten dat werknemers in Vlaanderen die een gemiddeld loon hebben, of beter gezegd een niet te hoog loon hebben, dat die via Vlaanderen al een tijdje een jobbonus kunnen krijgen. Dat is eigenlijk een soort premie die ze na afloop van een bepaald jaar kunnen krijgen vanuit Vlaanderen. Wel, die zou geschrapt worden. Maar er is een belangrijke voorwaarde aangekoppeld. Men koppelt die schrapping van de jobbonus onlosmakelijk aan de federale fiscale hervorming die aangekondigd wordt. Jullie weten, en ik ga er straks wel eventjes op ingaan, op de supernota van Bart De Wever, die eigenlijk discussiestof of onderhandelingsmaterie was voor de federale onderhandelingen. Daarin was er sprake van het meer lonend maken van het werken. Dus dat je eigenlijk meer overhoudt dan dat je momenteel overhoudt van het werken. Wel, wat zegt Vlaanderen? Van kijk, als dat effectief gerealiseerd wordt op federaal gebied, dan kunnen wij met een gerust hart, want federaal is daar eigenlijk beter voor geplaatst om dat te doen, de jobbonus gaan schrappen, want dan gaat dat gecompenseerd worden door die federale fiscale hervorming. Dus eigenlijk een schrapping, maar onder voorbehoud in de mate dat die federale fiscale hervorming gerealiseerd wordt. Specifiek voor de zorgsector is er ook wel aandacht geweest, en terecht denk ik, want de noodkreet vanuit die sector klinkt al lang en heel luid, is dat er zal ingezet worden op het voldoende
krijgen van kwaliteitsvolle zorgverleners. En men gaat de opleiding tot verpleegkundige aantrekkelijker maken. En wat is een elementje om die opleiding tot verpleegkundige aantrekkelijker te maken? Is dat er een onkostenvergoeding zal kunnen of moeten betaald worden in het vierde jaar van in hun werkstage. Dus mensen die een opleiding tot verpleegkundige volgen, die zullen in het vierde jaar in hun werkstage een onkostenvergoeding krijgen. Die zal ten laste zijn van de werkgever. Men zal ook het toepassingsgebied van het opleidingsproject voor verpleegkundigen, het vroegere project 600, gaan verruimen, waardoor dat meer mensen kunnen instappen in dat opleidingsproject voor verpleegkundigen, zodat er meer mensen effectief die job als verpleegkundige gaan kunnen uitvoeren. En nog een elementje, en dat is toch ook een paar keer in de pers gekomen, is dat de Vlaamse regering uitdrukkelijk gesteld heeft dat ze het fenomeen willen bestrijden waarbij verpleegkundigen en zorgkundigen zich als zelfstandige of interim kracht gaan aanbieden bij hun ex-werkgever. Want dat is eigenlijk een verhoging van de kost voor onze zorginstellingen, omdat de zelfstandigen en de interimkrachten dan wat duurder kosten voor hen. En er zou ook het plan opgevat worden om een model van meervoudig werkgeverschap te gaan uitwerken, waarbij dat verschillende werkgevers tegelijkertijd een werknemer in dienst hebben. En dat zou ook moeten helpen om personeel te gaan delen, maar wel op een juridisch correcte manier, want dat is nog niet zo eenvoudig momenteel. En dan komen we eigenlijk aan een uitsmijter eigenlijk, want het heeft niks te maken met het Vlaamse regeerakkoord. Maar ik vond het toch belangrijk om jullie eventjes mee te nemen in de onderhandelingen rond het federaal regeerakkoord. Jullie weten allemaal dat er een bepaald moment sterke en intensieve onderhandelingen bezig waren op basis van de zogenaamde supernota De Wever. En ik wil daar even ook duidelijk maken, pas op voor verwarring die soms ook in de pers gecreëerd wordt op dat gebied. Want dat gaat over federale mogelijke maatregelen, in tegenstelling tot wat ik daarnet heb uiteengezet rond het Vlaamse regeerakkoord. Dat zijn vaststaande Vlaamse maatregelen. Dus er zijn daar een aantal maatregelen die aan het circuleren zijn, zoals bijvoorbeeld die federale fiscale hervorming die ik aangehaald heb toen ik het had over de eventuele schrapping van de Vlaamse jobbonus. Er zijn heel wat maatregelen die daarin staan, in die supernota De Wever. Maar die zijn eigenlijk nog niet afgeklopt. Dus men is daarover aan het onderhandelen, want die supernota De Wever had heel veel materie op sociaal-economisch gebied. Die materie is zeer relevant voor werkgevers. Maar die zijn effectief niet afgeklopt. Betekent dat die supernota in de diepvries zit of in de vuilbak? Absoluut niet. Let op de partijen die aan het onderhandelen zijn. Mag het duidelijk zijn dat heel wat van die maatregelen die daar nu in staan, ook gaan in het uiteindelijke federaal regeerakkoord terechtkomen. Maar welke dat zullen zijn en of die al dan niet nog wat gaan aangepast worden, dat kan ik nu nog niet zeggen. Want momenteel is men eigenlijk aan het onderhandelen over een aantal, wat men noemt, minder gevoelige thema's, zoals defensie bijvoorbeeld, maar niet over de sociaal-economische die heel gevoelig liggen. Er gaat zeker geen witte rook zijn voor de verkiezingen van 13 oktober, de lokale verkiezingen. Men heeft de ambitie om toch te landen rond kerstdag. En dan gaan ze misschien een kerstakkoord hebben op federaal gebied. Wij houden voor jou de vinger aan de pols, alleszins, via webinars, via website en nieuwsbrieven. Trouwens ook voor wat betreft de verdere uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord gaan wij ook zeker nog communiceren, zodat wat nu misschien nog wat als vaag overkomt, veel duidelijker wordt voor jullie. Maar ik zou jullie uitnodigen om zoveel mogelijk Liantis te volgen en in te schrijven op de uitnodigingen die binnenkomen. Dat was het. Super. Dankjewel, Matthias, voor die toelichting. Nog even herhalen, we zullen de opname van dit webinar aan jullie bezorgen via e-mail. We gaan ook de meest voorkomende vragen bundelen en natuurlijk ook de antwoorden daarop. Dus die mogen jullie binnenkort in de mailbox verwachten. Rest mij jullie enkel nog een fijne werkdag te wensen en voor straks een goed weekend. Dankjewel.